welkom bij weer een Leeuwinie on Tour. We zitten midden in het Waterlinie Festival, want het is de tweede week van september en vandaag ga ik naar een carouselvoorstelling. En dat houdt in dat er drie verschillende voorstellingen zijn die elkaar afwisselen. En ze hebben allemaal één ding gemeen. Ze vertellen het verhaal van boeren, burgers en buitenlui. De Waterlinie vertrouwen legt van Muiden tot de Waal. Waterlinie? Geen idee. Jullie weten dat er een waterlinie is? Ja. Let op. In 1672, die Fransen, die zondekoning, die wou Nederland innemen. Nou ja. En ligt Den Haag. En er ligt daar ergens oude water. Al dat blauw, dat liet Willem III, liet dat onder water lopen. Dan konden die Fransen, die konden niet verder, dan konden ze niet bij Den Haag komen. Snap je? Zonder die oude waterlinie, waar wij er niet geweest. Waar wij er niet geweest. En opgelucht haalde ik adem. De straten van verwachting leeg. De poeven zorgen opgedroogd. Alles wat in mij overbleef, was leeg. En een handje van verwachting. Langzaam wordt het wat donkerder en ik hoor zelfs een beetje onweer. Het muziektheater is gelukkig naar binnen verplaatst, dus we kunnen lekker droog zitten, want die lucht die daar achteraan komt, daar worden we niet blij van. Stop, wie bent u? Laat de papieren zien. Stop, wie bent u? Laat de papieren zien. Boeren, burgers of buitenlui. Boeren, burgers of buitenlui. Zang, dans en acteren, omdat voor mij wat is belangrijk is het verhaal. Maar met dit concept is denk ik heel geschikt voor jong en oud. Ja, want dat zit poppen in. Dat heb je een beetje van alles. Ja, het is ja, een precies. Hele grote, het is een hele grote Italiaanse maaltijd. Dit was weer een Leeuwinie on Tour. Vandaag keken we naar een carousel met als thema natuurlijk de Oud-Hollandse Waterlinie, boeren, burgers en buitenlui. Het Waterliniefestival zit er nog lang niet op. De hele maand is er nog van alles te zien en te doen. Dus hou het goed in de gaten. Ik hoop dat je het leuk vond. Tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Doei!